De PAHO-vertegenwoordiger in Suriname, Hidaris Djibri, heeft toegezegd om het ministerie van Volksgezondheid te ondersteunen in het houden van een internationale conferentie over hennepteelt. Minister Antoine Elias heeft gisteren samen met Boy Guardiola, voorzitter van het Nationale Advies- en Monitoringsorgaan Wetenschappelijk Onderzoek Hennepteelt, een bezoek gebracht aan de PAHO-topman. Hennepteelt voor industriële doeleinden is wereldwijd in opmars. Deze industrie kan ook grote voordelen hebben voor de Surinaamse economie. Het gaat om een miljarden dollar industrie met landen zoals Noorwegen en Canada in de voorlinie. Dit benadrukt de minister. Hij hoopt dat met de ondersteuning van de PAHO naast goud en de omstandigheden voor groei van de hennepplant bijzonder goed zijn in Suriname. Hier kan goed gebruik van worden gemaakt, zegt Elias. Er zijn meer dan 50.000 toepassingen van industriële hennep, zoals voedsel, kleding, bouwmaterialen, cosmetica, bier, benzine, medicijnen en olie. Het streven is erop gericht om binnen een kwartaal de conferentie hier te houden.